Hey, dit is Manuel Silva. Vandaag heb ik een afspraak met Sania. En Sania is Miss Belgium kandidaat. Zij doet mee aan de Missverkiezing, Miss België. En daarom heb ik een afspraak met Sania gemaakt in het Hilton Old Town Hotel in België. In Antwerpen natuurlijk. De gezelligste stad van heel België. Eigenlijk van heel Europa, vind ik. Het belooft een hele spannende middagavond te worden. En ik ben lekker klaar voor. Ik heb goed weer vandaag. De file zit nog even mee. We maken er een gezellige dag van. Sania, here I come to Belgium. Hey Sania, hey! Sjana, welkom. Dank je. Ja, het ziet er beeldig uit. Dank komt dat? Je hebt een eigen visagiste, zag ik daarnet. Ja, zeker. Is dat altijd nodig, een visagist? De meeste van de tijd doe ik het zelf. Maar ik dacht, voor dit zou ik het nu wel eens met een visagist willen doen. Sjana, jij doet mee aan een misverkiezing? Ja, zeker. Wat voor soort misverkiezing is dat? Kun je daar wat meer over vertellen? Nu doe ik nog mee aan de provinciale selectie, dus Miss Antwerpen voor Miss België. En in augustus, normaal gezien, zijn de provinciale selecties om door te gaan naar Miss België zelf. En kunnen mensen op jou stemmen? Ja, zeker. Hoe kunnen ze dat doen? Via sms'jes te sturen. Ja? Ja. En welke nummer is dat? 6665. En dan MA05. Dus 6665, MA en dan 05. Ja, 05. Allemaal stemmen dus. Ja, hoe oud ben jij trouwens? Ik ben momenteel nog 18, maar ik word deze maand 22 juni 19. Grote meid. Ja, kun jij wat meer over jezelf vertellen? Ik ben de Sania, ik kom uit Prasgaat. Ik studeer nog aan Mater D. Ik doe verzorging. En sta momenteel nu stages te lopen in een rusthuis met oudere mensen. Okay. Ik heb een hondje thuis, een kleine chihuahua. Ah, lief. Ja, heel schattig. Beeps. Ah, Beeps. Ja. De Beeps ook kijken? Ja, zeker en vast. Dat is de grootste fan, hè. En Beeps ook stemmen, hè? Of heeft hij nog geen gsm? Nee. We zijn het hem aan het leren, hè. Ah, oké. Doet hij niet stiekem als jullie slapen even een beetje? Goh, zo niet zijn camera moeten zitten daarvoor, hè. Ah, op zo'n manier. Oké. Als jij de wereld kon veranderen, wat zou jij dan doen en waarom? Ik zou eerst en al zeker zorgen dat al die oorlogen en die terroristische aanslagen en al die dingen, dat allemaal stopt. Oh, ik vind het zo verschrikkelijk als ik het nieuws kijk, dat het erop komt. Maar nee. En zeker dat alle dakloze mensen een huis hebben en eten hebben, want daar breekt mijn hart echt van. Inderdaad, van mij ook. Ja. Heb jij in dit leven nog een grote wens? Ja, eerst en vooral om Miss België te winnen. Hè? Dan toch ook wel om voorgoed te reizen naar Los Angeles. Voorgoed naar Los Angeles? Oh, wat ga je daar in Los Angeles allemaal doen? Er valt zoveel te doen, maar ik zou toch wel heel graag een make-up artist. Make-up artist? Voor iemand bekend of zo. Ah, ja, dat is... Zou leuk zijn. Zou heel leuk zijn, daar wil ik ook naartoe. Ja, ik ben mijn hart daar verloren vorig jaar. Ga maar mee. Kunnen we samen gaan? Dat is een deal. Voilà, hè? Dan doen we een pinkie. Sania, ik wil jou bedanken voor deze interview. Dat is graag gedaan. Zullen we samen afsluiten? Zeker. En de kijkers allemaal bedanken. Ja. Bedankt voor het kijken en allemaal stemmen op Sania. Zeker doen. Vergeet niet te sms'en. Bye.
De make-up van Shania wordt op dit moment bijgewerkt. En zometeen ga ik met Shania het centrum in Antwerpen. Gaan we eventjes wat eten, rondlopen en drinken. En genieten nog van het mooie weer. Ik wil ook gelijk Den Hilton bedanken voor de medewerking en voor de goede service. En natuurlijk voor de lekkere cocktail. Het smaakt hier goed. En Shania, ik wens je alvast succes bij deze. En tot zo. Tot ze biet bijten. Bye.